op stap met Vitanimo. Met Nonkel Jurgen in de show. Pretpark, avontuur, daar gaan we iedere dag. Een nieuwe droom beleef je mee. Morgen, morgen, goeiedag. Ja, het is terug een nieuwe dag op onze Nederlandse uitstaptoestanden. Vandaag in een nieuw parkje waar ik nog nooit geweest ben. Meer bepaald in Duinruil. En ik heb nu al, ben nu al aan het balen, bezig van spreken. Weer een nieuw boekje? Want, ja, ik ga een boekje meedoen, het is goed. Want bij de ingang kon je geen tickets kopen. En de kassa met cashgeld moest online gebeuren. Het was weer een handsgedoe. Ik snap dat niet, waarom dat ik niet gewoon met de... cashgeld of gewoon met bankcontact kan betalen en dat dat altijd online moet zijn. Ach, ik vind het een beetje zever. Wat voor de mensen die toekomen zonder telefoon? Ja, dat is hetzelfde, dat je geen telefoon hebt. Ja, wil je niet meer naar het park komen? Ja, zoiets zeker, ik weet dat ook niet. Ik vind het een belachelijke keuze van het park. Niet janken, jij wou naar hier komen, Leroy. Jij ook? Nee. Ja, ik had hem naar Efteling. Maar goed, we gaan kijken wat er allemaal te beleven valt. Het is nieuw voor mij, ben je nog nooit geweest. Dus spannend! Jawel. Wat gaan jullie doen? Werken niet. Er is blijkbaar een show binnen een tijdje. Ik ben een heel klein beetje benieuwd. Lekker in het water, poedelen, poedelen, poedelen. Lekker in het water, poedelen, poedelen, poedelen. Lekker in het water, poedelen, poedelen, poedelen. Lekker in het water, ik ben kwakerspebbel en ik woon. In dit ei, ik ben paardenspebbel en ik ben hartstikke blij. Ik ben paardenspebbel en ik kom net uit bad. Ik ben paardenspebbel, water is zo heerlijk. Poedelen, 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 lekker in het water. Poedelen, 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 lekker in het water. Ik voel de deur maar aan mijn voetjes kleven. En mama zegt dan telkens weer, zo kom je niet in huis wanneer je moet je voeten vegen. Maar als ik dan mijn voeten veeg, dan blijft die deur maar aan mijn voetjes kleven. Je moet je voeten vegen. Ja, dat was de show. Zo fout dat het wel goed is. We hoorden het wel. Poedelen, poedelen, blijf hier, hier gaan. Het is kapot.
maar om voor hun zorgde. Maar de vliegen had ik nooit in de spouwte. Terwijl ik door dat poortje reed, spleet een hekwenkbaard in twee. Je ziet nu hier mijn grote paard. De achterkant heb ik bewaard. Ik naai hem straks weer aan elkaar. Het is echt, het is heus, het is heerlijk paard. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom. Over enkele ogenblikken starten we met de Play-Quack Show. Deze show duurt circa 15 minuten. Deze. Nou, dan moet de logie er maar even naar komen kijken. Maar eerst de show. Laten we direct beginnen met onze eerste kandidaten. Hier zijn ze. Banana Kwakwa. Oh. Zo, wie van jullie drie is zo'n beetje de brutaalste? Ja. Ah, die zijn verlegen. Zo kom je er niet in showbiz. Neem een voorbeeld aan mij. Ik ben hondbrutaal. Nou, ik ook hoor. Goed zo. Vertel eens, jullie zijn zusjes hè? Ja, ik ben Stanja en zij is Anja en dat is Tanja. En ze drinken zeker altijd oranje, dames en heren. Ja, lachen maar even om. Nee, het is allemaal gekkigheid natuurlijk. Hé, hey, zeg eens, jullie doen Banana Ramana, hè? Die drie bloedmooie Engelse meiden. Zijn jullie daar een fan van? Ja, absoluut. Ik vind het onwijs gaaf. Oké, nou, wij vinden jullie ook onwijs gaaf. Laat maar eens horen wat je kan. Dames en heren, hier is Banana Kwakwa. Ik ga gewoon eerst naar de roemen gooien. Maar ja, zo'n reuzenrad, zo'n beetje eruit gaan zien. Tussen de bomen zie je het tiki-bad. Hoera, hoera, hoera. En hier zie je Leroy. Hoera. Leroy is fan van dit park. Hoera, hoera, hoera. Hij zoekt een lief uit Bujumbura. Ik kan me altijd contacteren via de social media. Ja. Tinder actief, ja? Ja, actief, ja. Nog ding actief? Instagram, kun je ook altijd volgen. Ja, oké. Interessant om te weten. De naam komt in de... Voilà, tot zover de reclame voor Leroy. Misschien knippen we dit, misschien knippen we dit niet. Maar we zitten in de reuzenrad. Ah, het spijt dat die boom is. En dat draait. Mini reuzenrad. Sorry.
Hey. Ben elke keer terug. Je hebt mij niet zoveel gezien tijdens de vlog. In deze vlog bedoel ik, hoe komt dat? Ja, ik had hier geen zo'n leuke tijd eigenlijk. Ja, ik vind het hier niet leuk. Je hoeft het niet met mij eens te zijn, dat is geen probleem. Maar ja, nee, het is gewoon niet mijn park. Vond ik het, het qua attracties, ja, nee. Het is, ik had geen zo'n leuke tijd hier. Ik had het daarbij bij houden. Het kan zijn dat de mensen hier wel graag komen, maar ik kom hier niet graag. Dus ik zal hier dan ook nog een tijdje doen, eer dat ik hier nog een keer terug ben, denk ik. Nee, het is mij niet zo bevallen. Ook personeel, zo was chagrijnig, niet zo leuk. Goh, het thema is overal een kikker, dus dat is het Big Bear Centrale thema. Nee, ik vind het niet zo leuk. Maar kijk, het was het laatste parkje hier op Nederland. Morgen, we gaan nog één nachtje blijven slapen op de camping. Morgen gaan we richting België en wij houden daar nog ergens een tussenstop. Dus hopelijk kijken jullie dan ook. Met Nonkel Jurgen in de show. Pretpark, avontuur, daar gaan we iedere dag. Een nieuwe droom beleef je mee.